Is dat trouwens dat jij bent gekomen daarna, dat jaar, om Heerenveen erin te houden? Ja, wij hebben Heerenveen er net niet ingehouden. Want anders had natuurlijk niet Abel Enstra voor dat stadion gestaan, maar ik. Ja, had er René van der Gijp heel gestaan. Groot. René van der Gijp en Mario Been stadion had het dan geheten. Ja, is net niet gelukt. Net niet. Maarten de Jong en zo, dat soort mannen allemaal. Maarten de Jong, Joop Gal, noem ze allemaal maar op. Gert-Jan Verbeek. Ja. Onvermoeibaar. Die was goed, toch, zei je altijd, Gert-Jan Verbeek? Ja, die had de hele linkerkant, hè? Ja. Wij speelden dus zonder linkshalf en zonder linksbuiten. We speelden alleen met een linksback, dat was Verbeek. En die ging de hele tijd heen en weer. En het leuke ervan was, zonder bal. Zonder bal. Dat was ook beter.